Ik heb hier dit voor, dit was die doorzichtige. Ik kan eventueel overheen met een... Dat is denk ik wel leuk. Ik denk dat heel veel die ook nog niet zo goed kennen. Dat is dan eerst gestempeld, dat kunnen we dan vertellen. En dan we dan met een memento hebben gedaan. En daarna heb ik dat met... die heb ik net even gemaakt. Dat is leuk. Toch? Leuk, ja. Ja. En deze inderdaad, maar daar zit dan nog geen foto op. Maar daaronder met... dat heb ik gedaan met die... dit heb ik dus gedaan. Oh ja. Kijk. Voilà, op. Oh, dat is ook tof. Dus, dan heb ik dit kleurtje ook mee. Aan de andere kant ligt er nog een, hè, de tape. Kan je ook iets met dit laten zien? Kan wel. Dat is misschien wel leuk. Ja, maar dat is... of is dat lastig? Ja, dat is hiermee lastiger. Je kan ik kan beide doen. Want dan moet je hem gewoon in... dat doen we beide, want dan pakken we een pasje. En dan dit, oh, sorry, ik dacht het dat is goed, wat jij... Ik pak hem zo meteen. Nee, dat is nieuw. Ik moet deze hebben. Maar, kijk, dan zie je ook hoe die binnen is. Ja. Dat is misschien ook wel... en dat zijn echte aardkleuren. Alleen, dan moet je op je stencil. Dus dan ga ik de stencil even nat maken. Dan ga ik dat doen. En dan doe ik hem erop. En doe ik bezig met mijn vinger. Kunnen we dit eventueel met een spreetje doen? Ja, leuk. Of zo. Of, helemaal leuk. Of deze drie. Het verschil. Oh, dat kunnen we ook wel doen. Dat is ja, misschien ook wel leuk. Ja, nog bij elkaar. Dan heb ik expres wit, extra zwart en die. Laten we dat doen. Dat is wel leuk. Oh. Jij ja, maakt er maar iets van. Maak een kleur iets van dit. Een blauw en zilver. Dat klinkt wel goed. Dat ook zilver bij. Hier, kijk even. Oh, Jos. Wat lig je er heerlijk bij. Goedemiddag allemaal. Even kijken, even wat spreetjes. Pak even intussen wat spreetjes, want Annette wil wat laten zien. Hi. Ik heb hier even wat gepakt, van, maar ik weet niet of je die bij hebt, die? Oh nee, die heb ik niet bij. Nee, maakt het niet. Nee, de blauwe cirkel op. Even kijken. En aan het kijken inderdaad. Ik heb groen bij en deze kleur blauw. Lopen we even naar het rek. Even een beetje op en neer, even kijken wat we een beetje hebben. Hey Monika. Ja, groen hebben we nog wel. Het andere... Groen en blauw? Nee, die is de laatste, denk ik. Maar dat maakt ook niet uit. Dat wil je groen? Ja, is goed. Ja, we zijn al live. Geen idee. Nou, je mag er wel bij zitten. Ja, kom maar mee kijken. Nee, nou, dat is wat wil je dat ik het eerst doe dan? Zal ik eerst maar eens wat gaan sprayen? Nou, Annette heeft hier... Ik heb de groene inkt en ik heb een zilveren. Dus dan moet ik hem altijd even schudden. Hè? En jij hebt hier op een blad, heb jij de drie soorten structuurpasta. Dit is de linkse. Dus dit is een beetje de doorzichtige, de texture paste. Voor jullie. En dan hebben we deze. Hoi. Hoi. Dit is de structuurpasta. Dan heeft ze de witte structuurpasta. En dan hebben we hier de zwarte structuurpasta. Even om te laten zien wat het verschil zo is. Ja, we gaan het zien. Kijk, hier zie je ook hoe mooi we pakken groen. Er mooi bovenop ligt. Ja. Ja, ik ga ook even kijken, want ik doe nooit iets met spray inkt. Ik ga het een beetje opzij leggen. Ze gaat, normaal doe ik altijd een spraybakje, maar dat hebben we hier niet. Een spray inkt gaat ze gebruiken van iZink. €7,99. Nou, daar gaat hij. Oh, het beste is meestal ook even een beetje, misschien een klein beetje nat maken. Zo. Dat is wel leuk. Nou, dan kan je met de mister dus een klein beetje maak je de ondergrond nat. Ja. Kijk, hij spreekt best wel. En dan wat water erover. En dan kan je hem lekker laten lopen. En dan loopt hij er tussendoor. Oh, dat is tof. Kijk, en dan krijg je meteen een heel mooi effect. Je kunt hem zo laten drogen. Dus dan loopt hij over de pasta heen en dat droogt hij ook op. Ja. Maar je kan hem natuurlijk ook weghalen. Ja, dus je zegt van nou, ik vind het gewoon te veel. Dan haal je er gewoon even wat af en dan krijg je ook een beetje kleurverschil erin. En je kunt natuurlijk hem droog laten worden en weer opnieuw besprayen. Je kan ook zeggen, ik wil wat diepere.
En ik wil het eigenlijk op deze manier ertussen. Oh, dan spetter je het wel een beetje zo tussen. Ja, dan spetter je een beetje tussen en dan is het wat donker. Dan krijg je wat meer kleurverschil. Als je, zeker als je één kleur gebruikt, is dat wel mooi. Dan zeg je van, nou, ik vind dit niet zo cool. Dan spray je weer. Wat water erbij. Ja, een beetje water erbij. En dan laat je hem tussen al die groefjes doorlopen. En dan krijg je dat tegeleffect. Hè? Gaaf. Zo. Je kan hem hier nog een beetje sprayen. Nou, dan laat je hem gewoon lopen. Nou, dan kunt u hem ook een beetje zeggen van, nou, ik wil wat meer. Maar als je spreekt, je zag al hoeveel er kwam. Misschien is het dan wel een beetje te veel naar je zin. Dus dan doe je het eigenlijk gewoon een beetje zo. Nou, dan zeg van, ja. Dan loopt hij eigenlijk weer uit. Dus dat is net wat je mooi vindt. Je kunt daarna ook nog gewoon, als hij droog is, met alle andere inktjes eroverheen. Dus dat je met je, hoe heet het, met je toetje gewoon lekker nog wat de zijkantjes doet of zo. Maar hij is hier overgelopen naar het witte. Dat zie je gewoon zien. Oh, wat tof. Kijk, en dan kan je hem zo. Dat is dan weer een ander effectje. Klonnetje hier, klonnetje daar. Klonnetje hier, klonnetje daar. Hele felle groene, lekker. Kijk, en hier zal hij natuurlijk niet zo nemen. Ik ga toch nog een keer sprayen. Normaal zou ik gewoon een andere kleur erbij pakken. En dan gewoon lekker dabbelen. Ik weet niet of jullie het hier al kunnen zien. Je ziet dus het effect met de transparante spray. En dit is dan de witte structuurpasta. Ja, witte spray, de witte structuurpasta. Hij houdt hem wel vast aan, hè, de kleur. Ja. Alleen op de transparante niet. Kijk, hij houdt hem wel vast, want hij droogt echt wel op. En als je er niet overheen gaat, dan blijft hij wel zitten. Maar hier kan je hem echt inderdaad wegvegen. Ja. En dan heb je eigenlijk gewoon weer een soort van net wat je leuk vindt. Ja. Maar als je dit doet, kijk, dan haal je hem er eigenlijk ook wel af. Ja. Dus wat je wil. Dus dit is transparante structuurpasta. Dat is dus de texture paste. Ja. €6,99. Kijk, en hier kan je gewoon een druppels doen. Maar je kan natuurlijk ook met zwart doen of met zilver. En dit is dus inderdaad de witte structuurpasta. Nou, dit doet hij dus met zwart ook. Leuk. Ja, dan is het die eigenlijk gewoon dat hij alleen de naden doet. Ja. Dan kun je de naden andere kleur geven. Dat is ook leuk, over de zwarte heen springen. Ja, toch? Ja, dat is ook heel leuk. Of met meerdere tintjes. Maar vandaag was het groen, hè? Ja. Blauw hadden we al gehad. Nou, ik zat eens kijken met het zilver, want ik vind dat wel leuk. Maar normaal moet je hem even drogen, hè? Daar hebben we nog een stuk of vier van, geloof ik, van de zilveren. Nou, dat droogt natuurlijk de zilver op. Maar die shimmersprays, dat is toch ook hetzelfde? Wat gaan we proeven? Kijk, Jolanda gaat wel kijken wat er nog meer, want ik heb er natuurlijk niet bij. Kijk, wauw, die is vet. Wat heb ik nou? Oh, wow. Hoe mooi. Beetje parelmoer, hè? Ja. Het is echt zilver, maar kijk, zilver, hier, het is gewoon heel mooi. Je hebt hem ook in het goud. Ja, want dit is echt... Ja, kom maar dan. Ze gebruikt nu de peulkleur. Dat was de peul. Ja, het is de peul. En dan krijg je echt zo'n parelmoer kleur erover. Ja, kom even op en neer doen. Heel tof. Hij is nog niet helemaal droog. Het is met zwart ook weer heel leuk, ja. Ja, dat komt zo grappig. Ja. Maar ik hoor dat ik... €7,99. Dat is dus de parelmoerkleur. En je hebt ook de zilveren ervan. We hadden vanochtend de gouden. Kijk, nou hoor je. Oh ja, ja. Die hebben we natuurlijk ook nog. Ja. Dus we hebben die allemaal wel op voorraad, dames. Ja. Dat is dan weer een must have. Ja, ja. Nee. Eigenlijk wil je het helemaal niet proberen. Nee, maar gaat het goed. Nou, dat ga ik even doen. Ja, 8,7. Ja, die is natuurlijk net gebruikt. Nee. Die hadden we even schoon moeten maken. Ik denk dat hij een klein beetje... Maar dit is wel... normaal is het inderdaad... Kijk, je wil toch zien... Dat is mooi erbij. En dan krijg je gewoon dat glanzende, hè? Ja, iets wat glanzend en glimmert. Ja, dat komt door dat glitterpapier, hoor. Dat ik er helemaal in de glitter ben en dat glans. Daarvoor was ik daar helemaal niet zo... Vervelend dat je dat allemaal laat zien. Dit zijn de flesjes van Crafters Companion. Dat is een andere proberen. Dat zijn natuurlijk ook sprays met een mooie glimmer erin. Nou. Ja? Ja? Op die staat er nog in ieder geval. Lekker gewaagd. Precies. Dan doen we het op zwart, hè? Oh, wacht even. Daar zit er nog een... Die is nog helemaal nieuw. Oh, die is nog open geweest, ja? Die is nog maar open. Oké. Waarom staat u waarschijnlijk nog in trek? Omdat wij hem nog niet hebben geprobeerd. Ik zal intussen even laten zien. Dit is dus de zwarte structuurpasta. €9,99. En die hebben natuurlijk van Dutch de Bedoel ook in het wit. Nu hebben we dus een... Wat is een beetje een bronzen tint, hè? Brons. Sunset Brons.
van nou, Crafters Companion, die gaan we er nu. En het is handig nu, als je inderdaad het papiertje dat je daarna meteen even afdoet. Ja. Dus gaat hij verstopt. Ja. Deze had hem ook al verstopt. Ja, dat was met deze. Ja. Oeh, oké, okay, dat is mooi. Mooi voor de herfst ook. Ja. Mooie tint. Kijk. Kan best met een groen, hè? Ja. Het is gewoon een, als je alles door elkaar doet, dan wordt het straks zo leuk. Kijk, en nou heb ik dat zou ik nooit doen, jij wel? Ik heb altijd alles door elkaar. Kijk maar. Niet gauw. Nee, hè, jullie zijn netjes. Best wat. Nee, maar normaal gesproken laat je het drogen tussendoor. Maar omdat dit live is, dan doen we gewoon lekker alles door elkaar. Het is wel tof als het zo helemaal uitloopt. Ja, toch? Kijk, dan loopt het helemaal in die groefjes. Dat vind, is toch zo'n mooi effect, hè? Heel langzaam. Ja, je ziet het er zo helemaal tussen gaan. En dan heb je toch wel weer het meer effect dat het van die tegeltjes zijn. Ja. Zo, ja. Zo laat lopen. Dus nou, en dan over de text space doen we het ook nog even. Kijk, ik moet het toch wel snel schoonmaken. Zie je dat? Ja. Dus je moet hem meteen afdrogen. Nou, die krijg je wel weer. Gaaf, hè? Met wat water zo er weer bij. Je ziet het er zo helemaal tussen gaan. Ja, dat vind ik het leukste. En mij maar viezer. Nou, dan heb je in ieder geval, en als je dat dan laat drogen, ja, dan gewoon heb je een effect. Ook, hij blijft ook echt wel zitten hoor. Op het, en je kunt het eraf vegen, maar het is heel clean, hè? Dus als je heel, gewoon heel netjes houdt. En ik kan het zo lekker laten drogen en dat vind ik dan mooi. Ja, het is echt heel leuk, want je ziet zo goed het effect dat het op de ene of de andere doet. Ja, hier zit het er meer in, hè? Ja. En daar ligt het er meer op, want als je dit gewoon weer zo doet, dan is het gewoon weer weg. Ja. Dit is eigenlijk echt, dit is echt een afgedichte laag. Ja. En dit is gewoon poreus. Het is net een beetje zoals bij resistspray. Ja, ja. Sommigen hebben ook nog wel eens van die Ijzing zou ik ook meteen schoonmaken, Sandy. Is altijd beter met alles waar je mee spreekt. Eigenlijk moet je er meteen mee spreken. Ja, even wat een klein beetje heet water eroverheen laten doen of met je doekje. Kijk, zit wel. Ja, het is helemaal lekker onder. Helemaal lekker onder. Dus dit is de Sunset Bronze. Ja, van Crafters Companion. Een beetje donker oranje. Ja, nu dat hij zo nog begint te drogen. En dan kan je weer een beetje spet trekken. En dat spet ook altijd leuk. Als het droog is, dan blijven de druppels ook wel meer liggen. Hè? Het mask is deze. De Vintage Stones. 6,99. En dat is mask 236. Mask 236 Vintage Stones. Nou, zal ik er nog één doen? Want ik had er nog eentje. Ja, leuk. Kijk, deze heb ik eerst gestempeld. Heb ik eerst gestempeld met de leuke stempeltjes die we al hebben laten zien. Hier. Laat ik nog even een keertje zien voor wie het ze nog niet gezien heeft. Er zijn dus 4 silhouetten stempeltjes in de nieuwe serie Nature's Dream van Studio Light. De 4 stempeltjes zijn €4,99. Dan heb je deze, Meadow Burst. Stamp 523. Die zie je dus hier op de achtergrond. Stamp 523. Dan heb je deze, de Berry Branches. Dat is stamp 526. Nou, dit heb ik gevoeld. Ja, ik weet het er een paar. Maar... Dit is Nature Trail. Ook €4,99. Stamp 523. Deze hele nieuwe lijn krijg je dus ook nog 15% korting in dit tikkie mandje. En dit is de Meadow. Stamp 524. En Annette heeft dus deze gebruikt. Stamp 523 en die heeft ze dan gecombineerd met deze. Daar zie je dus de libelles van. Ja. Er zitten ook die leuke grid bij. Die kruncirkeltjes, de bijtjes, de vlinders. Die is €7,99. Nature's Flight. En dat is stamp 528. Daar zie je ook nog alles wat erbij zit. Stamp 528, €7,99. ZL, waar is dat voorbeeld met die, met dat zilver waar jij straks had? Deze. Ah ja. Die zie je hem bijvoorbeeld ook. Zowel met de embossingpoeder in het zilver en met zwarte inkt.
Dus die heeft ze beide hier op gebruikt. Ja, er zit nog wat meer op, als je goed kijkt. Oh ja, jullie zien... Het... Ja. Zie je dat zo? Ja, hier zie je die glanzend... Die andere masker heb ik opgedaan. Je ziet al die glanzende van de grid, zeg maar. En die heeft ze dus de texture paste van Dutch Doobadoo gebruikt in combinatie met dit mask. Die heeft dus een grid. Heeft ook die leuke grunge circles. En ook de wolken. Nou, die hadden we vanochtend al laten zien. Dit zijn dus de wolken. Die zie je ook meteen dus dat grid wat je net zag. Glanzend zit hier dan met inkt. Dit is de background builder, 699, en dat is mask 239. Je ziet hem nog helemaal, mask 239. En die heeft ze dus op een wit vel papier aangebracht, met de texture paste van Dutch Doobadoo. Het is een transparante structuurpasta en die kost 699. Ja, dus die had ik al inderdaad voorbereid. En dan gaan we sprayen. En daar gaat ze nu dus ook overheen sprayen. Ja, ik zag nog een open en dan was de gele, dus dat was geen. Nou, vanochtend vertelde jij al, als je met VersaFine stempelt, dan kan je er gewoon met de spray en met water weer lekker overheen. Gaan we testen? Ja. Ja? Gaan we. Kijk, en dan kan je hem inderdaad zeggen van, nou, ik laat hem lekker dicht. Ja, maar dan kun je ook gewoon nog een beetje zo. En je ziet dat alles blijft zitten wat er zo op staat. En heel langzaam zie je dan die kleine vierkantjes. Oh, die zie je helemaal naar boven komen. Ja. Ja, even kijken. Voor je idee zou je natuurlijk eerst een ondergrond maken en dan pas met water en met sprays aan de gang gaan. Ja, maar dat hoeft niet. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Kijk, en nu kan je dan zeggen van nou hier aan de zijkant een andere kleur. Of, maar je laat hem lopen en dan loopt hij overheen. Dus misschien een beetje te veel, dus dan heb je hem gewoon lekker weg. Kijk, dan zie je hem gewoon. Kijk hoe leuk dat zit. Ja, dus dan heb je hem uiteindelijk, ja, dan moet je hem natuurlijk gebruiken. Ja, dan zul je merken. En dat je denkt van, nou, ik vind de kleur niet zo, dan ga je er overheen. Als je hem nou netjes droogt, kan je met de andere kleur overheen. En waar heb je dit dan mee? Dat is met Memento. Oh nou, ja, blauwe, met blauwe Memento, ja. Ja, dus dat kan je, daar kun je ook overheen voor even testen. Kijk. Dan zien jullie dat ook meteen. Dus als je inderdaad, dit is dan bijvoorbeeld een blauwe tint, een beetje teal ziel denk ik. Ja. Dat die is van Memento. Ja, dat kan je gewoon overheen. En je pakt zwarte VersaFine. Dan kan je dus gewoon met water en met spray inkt, zoals je ziet, er overheen. Ja. Ja, dit is natuurlijk even test, hè. Maar je kan het zelf gewoon in de kleur maken wat je wil. En dan zie je ook die transparante structuurpasta komt er mooi doorheen. En de spray inkt gaat er zo mooi tussendoor. En dan kunnen we even kijken wat hij doet als we er wat anders doorheen doen. Ik vind dat wel grappig. Kijken hoe hij reageert erop. Maar hij gaat niet echt heel erg mengen, hè? Valt wel mee. Nee. Kijken wat we door water doen. En dan gaat hij wel een beetje mengen, hè? Wat een mooie glimmer in. En dan blijft er weer een deel achter. Krijg je een beetje een vlekkerig effect, hè? Ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus toevallig dit twee kleuren, maar ja, dat kunnen we met blauw doen. En het is ook een hele mooie blauwe tint die daar eventueel bij zit, maar die zit nog dicht, dus vandaag. Ja, ik heb toen inderdaad een kaartje gemaakt met de blauwe en de groene. Ik heb een hele mooie combi. Dus de groene kan inderdaad ook. Zoals kijken wat hij dan. Ja, dit was dus weer die Sunset Bronze. Ja. En nu heeft Annette de groene. Ja. Ik ga hem maar even om de tint te laten zien. Hè. Ik hoop dat je niet alles op één kaartje wil deze. Nee. Het is maar even om te laten zien wat hier. Dit is de Summer Meadow. Dus dat is de groene kleur. En je ziet, er zit echt een hele mooie glimmer zit er in de flesjes. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat hij zo mooi blinkt. Ja. Nou, het loopt niet uit. Echt heel tof. Ik kan het al meteen even af. Ja, even goed. Zo, volgens mij wilde jij nog wat zien, hè? Ja. Tenminste, ik denk wel dat jullie dat leuk vinden om nog een leuke techniek te zien. We hadden vanochtend het over de grafietint. Het is een set met 12 kleurtjes. Die maakt Annette nou ook nat. Ja, maak hem even nat. Een hele mooie pastel aardetint een beetje. Je ziet het ook hier. Ik gebruik altijd schut. En hier. Maar ja, hij is bijna op, dat zien jullie. Dus altijd als ik ben met... altijd op schut. Dat is gewoon een half velletje. Ja, volgens mij hebben we die ook op voorraad nog. Ja,
Dat is het schut aquarelpapier. Het mooie daarvan is dat het op A4 formaat is. 225 grams. €9,99. En er zitten 30 vel in. Dat is dus het aquarelpapier wat Annette gebruikt. Kan je natuurlijk makkelijk op maat snijden. Ja, dan maak je hem. Hij neemt wel heel snel water op. Dus je spreekt dat zo nat. Ik ben hem altijd nat. Het maakt ook niet uit, dat droogt weer. Het is eigenlijk hetzelfde als aquarelverf. Kan je ook gewoon nat maken. En dan droogt het weer op en dan kan je het gewoon weer gebruiken. Dit zijn ook de kleurtjes, zeg maar. Die, ja. Zie je dat is handig. Ja. Dus het is een beetje een aardekleur. En we pakken er even een. Even mijn pasje. Iedereen vindt het leuk, hè? Het lijkt wel bijna een mini-workshop. Ja. Ja, toch? Ik vind het ook leuk. Als je het erop doet en je gaat zo... Ik pas eigenlijk altijd het in. Je kunt ook een sponsje of zo, maar een pasje dat in dit ook geval. Wel weer een mandje. En ik maak er eigenlijk een nat. En het kwastje gewoon een beetje niet recht. Dat vind ik dan niet zo, dat is niet zo mooi. Nee, een ja. Een beetje her en der nat maken. Nou, dat doe je gewoon op je glazen plaat. Ja, op je glazen plaat. Ik zag dan weer de nieuwe... Ja, van Studio Light hebben we hem inderdaad. Een nieuwe glazen plaat, €38,99 uit mijn hoofd. Zo. En dan heb ik hem, hier had ik hem nat gemaakt. En wat ik altijd een beetje doe is zo. Want dat loopt altijd al onderuit. Dus dan krijg je al je eerste effectje. Kijk, en dan teun je hem op. En dan heb je eigenlijk, doordat je hem nat hebt gemaakt, is dit wat donkerder. En met je vinger heb je hem eigenlijk gevuld. Oh, wat gaaf. Je kunt ook zeggen van, ik wil lekker inkwasten, een beetje natter. Zo pak ik een spreetje, met wat water, wordt hij wateriger. Kijk, en dan krijg je dat hij dadelijk wel iets meer uitloopt. Dan leg ik hem neer. Dan heb je iets wat natter effect. Oh, wow. Dan trek je er wat op en denk je van, nou, dat vind ik toch net iets te veel. Dan heb je hem even wat af. Dus deze is wat meer afgedrukt en deze loopt wat meer uit. Maar dan kan je ook met andere kleurtjes, want er zitten echt hele mooie kleuren bij. Dan even een kwastje natuurlijk. En je hebt bijna niks nodig. Nee, het is echt. Ik heb er echt al heel veel mee gedaan. Het blijft eigenlijk altijd goed. Dit een beetje van aarde. Ook een geel, zeg maar. We doen dus even niks. We doen gezonde met de vinger. En dan krijg je echt. Nee, het maakt ook helemaal niet uit waar je het neerlegt. Het past allemaal perfect. Het past. En dan zeg je van nou, hier wil ik eigenlijk ook wat. Nou, maak ik even schoon. Meer wat water. Hij neemt, deze heb je echt wel wat water nodig. Gewoon een klein beetje. Ik pak ze even waar hij wil. Zo. Zorg dat het patroontje doorloopt. Zo, dan kan ik hem zo doen. Dan kan ik even kijken wat hij doet. Of dan zeg ik van nou, vanaf hier of aan wil ik hem ook nog ietsje. Dan hier wat van pakken. En dan kan ik hem hier wat mee door. Zo. Kijk. Hey, wauw. Dan heb je eigenlijk al een heel leuk tof. En dan hoog dat. Moet je dit ook zien? Welke zijn dit? Kijk. Deze, hier dit ook. Oh, die grafietint. Ja, prachtig inderdaad. Ja. Dus hier heb je hem wat. Want ik had hem hier ook zien. Als je wat natter. Ja. En hier heb je hem ietsje wat droger. Dus als je hem wat natter wil, dan moet je hem gewoon eigenlijk wat meer sprayen. Ja. Dan probeer je het uit en dan leg je hem eigenlijk gewoon erop. En het is heel gaaf om te doen. Oh jee, ja, dit is echt leuk. Ja. Dus qua tientjes is dat een beetje hetzelfde. Dus kijken wat, misschien nog een tientje. Nee. Heb je dan verschillende sets of niet? Ja, klopt. Ja, ja je hebt ook nog, we hadden ook nog een andere hangen. Dat was want is een dat die Annette daar? Ja, ik ja. Die zit er in de, op het doosje ziet hij er heel anders uit. Ja, maar dat is die inderdaad. Ja. Ja, dan nog één andere set geloof ik, ja. Ik heb alleen deze. Ja. Nou kijk, dit lijkt net alsof het allemaal hele donkere kleuren zijn op de verpakking. Ja. Dat is dus helemaal niet. Nee. Dit is dan de grafietint die ze nu gebruikt. Ja. En die is in de aanbieding van €28,99 voor €22,99. Een beetje een aubergine kleur. Ja, het is echt leerzaam met Valentin. Oh. Leuk. En zo kun je, als je nou denkt van nou, ik vind eigenlijk wel leuk drie kleuren, dan laat je hem hier nog even door terugkomen en hier. Want je moet eigenlijk altijd proberen drie te hebben hier. Dan gaat het eigenlijk altijd goed.
Dan sta ik altijd prima. Ze zijn wel toffe kleuren aan, hè? Ja, deze zijn heel leuk. Maar die roetjes was ook helemaal weg hiervan. Dat weet ik nog. Ja, die heeft het ook. Ja, dat stencil inderdaad heb ik al in mijn hand, Bernadette, om te laten zien. Dat is deze Dreamy Pattern, 6,99. En dat is nummer Mask 237. Mask 237. Echt mooie masks. Nou, ik ga even alleen maar water erop sprayen. Kijken wat hij dan nog doet, wat hij afgeeft. Ja, dan wordt hij, dan zou je misschien even wat, inderdaad wat moeten... Kijk, je ziet hoe snel die droogt, hè? Als je hem dan erop doet, dan heb je wat meer puurder. Dat kan natuurlijk ook een leuk effect geven als je hem er dan weer opzet. En zo vindt iedereen dadelijk zijn weg erin, wat hij het leukste vindt. Kijk, nu heb ik ook heel nat gedaan, maar ik kom even kijken. Er zijn bijna geen plekjes meer over. Zo. Kijk, dan heb je hem zo. Dus je kunt hem echt in allerlei Helemaal zo mooi opbouwen. Ja, wat je zelf wil. Meer wat, je kunt er wat puurder pakken, wat meer water achter. Dat vind ik het leuke van de aquarel. Of aquarel verder. Ja. He, dat je gewoon echt van alles mee kunt doen. Ja. Dus die tint past ook mooi. Dus deze tint past allemaal mooi bij elkaar. Ja, dat vind ik wel mooi aan deze. Dus het sluit allemaal op elkaar aan. Ja. Het stencil met de wolk is deze. Background Builder. En dat is Mask 239. Mask 239. Dat is deze. Het droogt ook wel snel. Ja, hè? Dat zei je. Ja. Ook hierin. Maar als je dan gaat kijken, dan is hij wel doorweekt. Zie je dat? Als je nu dit pakt, dan heb je heel puur er iets op. Kijk hoe donker die dan is. Jee. Dus dan kan je ook zeggen, ik wil hem hier hebben en dan heel puur de afdruk maken. Dat je, kijk, dan pak je wat dikkere randjes erbij. Ja. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Leuk dat je dat echt in allemaal verschillende lagen zo kan doen. Ja, dus steeds meer, als je deze heel lang laat liggen, dan pak je echt puur de verf eraf, zeg maar. Veel donkerder. Dus krijg je die laagjes erbij. Goeie kledermat heb je. Kledoekje bedoel ik. Nou, inderdaad. Oh ja, zie je mijn handen. Oh, daar hou ik al niet van. Ik hoef morgen niet te werken. Daar hou ik al niet van. Van dit niet? Oh. Ik vind het heel mooi om te zien, maar... Ja. Nee? Bijna anders. Oké, nee, ik vind het heel leuk. Nou is deze, kijk dan wat hij droogt. Dus dan moet je hem gewoon even in het water. Nee, dat vind ik juist, het tofste wat er is. Gewoon lekker vies. Dan ga ik hier weer doorheen. Nou, eens kijken hoe donker die dan wordt. Dan heb je weer een andere afdruk. Ik vind het echt leuk dat die kleuren allemaal zo mooi matchen. Zie je, dus heb je eigenlijk die en die en dat is dezelfde tint. Of dezelfde kleur. Ja. En ook zo tof dat hij dan het patroontje van dat schabloon zo donker pakt, hè? Ja, dit vind ik juist zo mooi. Ja, super mooi. Ja, als je weer heel lichtjes pak jij elke keer is het anders. Ja, en dit ook, hè, Joyce? Hier ook weer gewoon... Fijn hè, dames? En leerzaam, hè? Blijft je verbazen. Joyce en ik staan ook lekker hier mee te doen de hele tijd. Wij vinden het ook allemaal wel heel leuk. Ja, we hadden er nog één, hè? Ja. Kunnen we dat doen? Ja. Ik zou het doen. Dat was alleen de... We doen er gewoon nog één. Jawel, ja. En wat willen we dan zien? Ja. Ik vind sowieso met pastas en zo allemaal wel heel erg leuk. Ja. En dan merken we dat onze klantjes het ook altijd wel leuk vinden. Je ziet, hoort meer inderdaad. Ik ben niet zo van het kliederen, maar dit is dan wel leuk en om zo af en toe wel erbij te doen. Ja, dit is ook best laagdrempelig als je gewoon wilt beginnen. Ja. Ja, ik heb hier niet aan gezien, maar daar had ik de layout mee gemaakt. Die ligt hieronder. Daar heb ik nog even een nieuwe gemaakt daarnet. Deze. Die is gedaan met Daniel Smit. Precies. Nee, die. Oh, die de andere. Ja. Deze? Ja, daaronder, daaronder. Die hieronder ligt. Ja. Ik heb daar gedaan alsof ik een foto had. Dat horen bij elkaar. Ja. En daar heb ik gedaan, dat heb ik gedaan met dezelfde manier, ook ingesmeerd, maar dan met Daniel Smit. En Daniel Smit, wat is ook een soort watercolor? Watercolor, dat zit eigenlijk zo in van die napjes, ziet hij zo. Ja. Die paarse kleur! Ja, dat is dus een snappe toilet. Kijk, ik heb ook paarse kleur, dus ik snap het. Oh, dat is zo'n setje eigenlijk en daar zitten allemaal kaartjes met verf. Dat is leuk. Qua leuk qua prijsje volgens mij. En, want je hebt van alles, dat doe je eigenlijk best wel lang mee. Want nu heb je je gebruikt het bijna niet. Ja, want inderdaad, zo'n even druppel, daar heb je natuurlijk iedere keer, dat laat je indrogen en dan kun je weer gebruiken. Ja. 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 Nou, hier ligt hij al, Jolanda. Wat leuk.
Jolanda, ik heb hem al. Dus dit zijn allemaal kleine kaartjes in een doosje. Ja, dat heb ik er ook bij, ja. En daar zit dus inderdaad aquarelverf op. Ja, en wat ik gedaan heb hier, is eigenlijk hetzelfde techniekje als net, met de stempel. Dus de stempel ingesmeerd met lekkere, ja, helemaal nat geworden Daniel Smit verf. Ja. Nee, dus dat laatste wat we hadden gedaan met de graffitint, heb ik eigenlijk hier ook. En dan krijg je die dikke afdruk van het leuke stempeltje. Daarom zijn die stempels ook zo leuk. Dat je inderdaad bij je tint, dus dan heb je en het stencil gebruikt en je doet jou ook je dingetjes insmeren. Ja. Dus en met zwarte inkt, hè, de Versa fijn. Ja. En dan de andere is gewoon gedaan met de aquarel van Daniel Smit. Dus dit zijn meer doosjes met dus die kaartjes erop, 36 kleurtjes. Die heb je dan in een confetti. Er zitten een beetje de fellere kleurtjes en je hebt dan de Mineral Marvels. Het zijn allemaal natuurtinten. En die setjes kosten €17,99. En dan heb je dus 36 kleurtjes. En die zitten dus allemaal op een kaartje. Ja, dus deze donkere bijvoorbeeld met deze, die heb ik samen net gebruikt. En die zie je hier is die donkere. Ja. En hier is dan de lila, de paarse kleur. Dus ze passen nog ook wel goed bij elkaar. Bij elkaar, en er zit een glimmertje in. Ah, oké. Okay. Ja. Een heel licht, glimmertje. Deze, dit is echt deze top. Duidelijker zie je. Oh ja, ja. Maar ja, in deze zit ook een glimmertje. Iets minder duidelijk, maar je ziet hem wel op het papier. Maar kunnen we deze nog laten zien? Die lijkt er ook wel heel erg op. Dat hebben we meer met pasta gedaan. Dus die texture paste. Dit is weer de texture paste van Dutch Doobadoo. Ja, dat andere stencil, dat had je nog niet zo, dat is met het blad. Die hebben we gewoon nog helemaal nog niet laten zien. Ja. Je ziet dus ook op de achtergrond een beetje takjes allemaal. Ja, fern, varens. Dat is de fern background. Ook €6,99. Die geeft dus dit mooie effect. En dat is mask 328. Nee, dat zeg ik niet goed, sorry. 238. Ik haal nog een gauw cijfertje om elkaar. Mask 238. €6,99. En dat is dus de mask met de varenblaadjes. En die zie je dus hier. En daar heeft ze ook weer met, transparante structuurpasta gewerkt. Ja, en met van Dutch Doobadoo. En dan met Harmony Inkt. De Misty Morning. En de Parakeet. En die lichte plekjes, dat doe je met water. Ja, heb je weer water erop gespetterd. Ja, en dan ook inderdaad zo los draaien. En dan inderdaad zo erop. Ik zal misschien nog al reageren. Zullen we eens even zien of er nog steeds reageert. Ben ik benieuwd naar. Ja, zie je? Ja, nog wel. Blijft reageren. Dus je kunt lekker elke keer een laagje bewijzen van doen en dan weer een paar, hoe heet het, druppeltjes opdoen. Ja, en het zwarte, hè? Ja. Wat je ziet, dat is gesso, zwarte gesso. Oh, ja. Dat doe ik eigenlijk altijd mee spetteren. Die blijft lekker dik, maar die blijft dus ook liggen op je transparante Ja, dat is natuurlijk wel het voordeel als je het daarmee spettert. Ja. Dus dat is ook die transparante pasta, die blijft zo mooi transparant als je het eraf haalt. Ja, hier heb ik hem inderdaad gewoon weer weg. Dan krijg je dit toffe effect. Ja. Dus je wacht tot hij droog is en daarna haal je het, kan je het nog steeds weer halen. Ja. Hè, dat vind je meteen te doen. En hier zit dan ook weer een stempel op. Dat is de stempel van die fotoframe. Er zit ook meteen het gridje bij en alle tekstjes. Die is €7,99 en dat is stamp 529. En die heeft ze hier dus. Heel leuk ook. Heb je ook, oh ja, deze losgeknipt en deze er weer wat onder geplakt. Ja. En dan een leuk schutvenster erin. Ja, als kleine pagina bijvoorbeeld. Je kunt hem ook als kaartje maken. Ja, is hier ook weer heel leuk voor. Maar ik had de grootte van het stencil gehouden, dus vandaar dat dus dit is deze. Mask 238. Gaat je nog de kaart willen laten zien? Ja. En dit was dan mask 237. En dan natuurlijk nog met de tegeltjes.
de Mask 236. Deze bedoel jij, denk ik. Ik denk dat je deze ziet. Ja, want die hadden we nog niet deze uitgestand laten zien. Ja, die zullen we ook nog even laten zien. Deze heeft ze ook weer gemaakt met dit mask. Dreamy Patterns. Mask 237 zit dan hier op de ondergrond. En deze hadden we vanochtend wel heel even laten zien, maar daar hadden we nog geen voorbeelden bij. Dat is een stans met wat langere takjes. En dit is een van die takjes. Dat is bijna de mooiste uit heel de serie, hè? Die takjes. Ja. Ja. Er zitten ook nog de bijtjes zitten erbij en een framepje. Kijken we ja. Hier zie je ook nog een keer de voorbeelden ermee. CD707 1399. Ja. De CD707 en die is 1399. Oh, die had je ook nog los. Ja, ik dacht van gestanst. Leuk. Hier, en dit zijn echt mooie. En dan hebben we hier de die stond satelliet op. Dat is het. Heel tof. Oh, die lijn is echt zo helemaal mooi met elkaar te combineren. Ja, het is echt een hebben dingetje. Dat is heel mooi. Zie je wat hij nou gedaan heeft? Nou, oh, wauw. Ja, kijk meteen weer heel anders. Ja. Dan zie je ook top. Dat die blokjes daaronder, daar is natuurlijk niks gebeurd. Nee, zeg, die bloem zo helemaal ja. Oplicht. Ja. Met dat goudgele zo. Ja, het is heel een tof. Mooie kleur. Ja. Ik zal even naar de spreetjes lopen. Dan kun je ook een beetje zien welke spreetjes en welke kleuren dat er zijn. Ze gebruikt natuurlijk een spraybottel. Dan hebben die van Nelly Snelle. Er zitten er twee in de verpakking. 2 voor maar €2,99. Dat zijn de waterspraybottels, €2,99. Nou, en in de sprays, goud hebben we er helaas nog maar 1. We hebben dan de Deep Seashell Pink, dat is een mooie roze kleur. Lijkt een beetje rood, maar hij is echt roze. We hebben ook de Firelight Sparkle, dat is echt een echte rode tint. En dit is die bronzen tint die ze gebruikte. Ik zie ook echt heel goed de shimmer erin. Sunset Bronze. Deze vind ik zelf heel erg mooi, de paarse. Royal Velvet. En we hebben nog 1 groene, dat is de Summer Meadow. Die is ook heel tof. Nou, dan loop ik nog even met jullie naar boven. Oh, trouwens ook weer binnen. Je had deze natuurlijk met de open dagen ook veel gebruikt. De glitterlijm voor maar €4,99 van Cardeco. Echt een hele fijne grote fles. Dus de glitterlijm van Cardeco is ook weer binnen. Ik weet eigenlijk niet of jullie nog andere sprays wilden zien. Mocht je zo nog de ijzingsprays willen zien of iets anders, dan moet je me even roepen. Dan loop ik daar nog even langs. We hadden boven ook nog van alles klaargelegd. Het is toch wel echt gezellig, hè? Het is al net zo de hele dag is of iemand dat we zo van alles kunnen laten zien. Lamp aan. Want ik heb hier van Annette ook nog een paar mooie voorbeelden. Ik weet niet of Jolanda hem al had laten zien. Maar deze is er ook nog. Dat zijn 2 nieuwe mallen van Elizabeth Craft. En daar heeft ze zo'n heel mooi, helemaal zo opgewerkt, ook met inkten. Ik denk ook weer met de Harmony inkten in blauw en bruin. En dat is dus onder andere deze. Floral Foliage, denk ik dat je het zegt, ik weet het niet. Dat heb je dus de ton met de mooie takken en het vogelhuisje. Die heeft nummer 2087 en die kost €19,99. Dus dan heb je deze stans, vogelhuisje en alle blaadjes die erbij zitten. Dan een beetje herfstblaadjes. Je
Dus dat is nummer 2087, Floral Foliage, 1999. En hier zie je ook, heel mooi opgebouwd in meerdere laagjes. Kan je natuurlijk heel makkelijk met kit eventueel doen. De dennenappel, die komt uit deze set. De Pine Cones, nummer 2089. En die is 1799. Heb je twee dennenappels en de takjes erbij. En die zie je dus hier op. Nummer 2089. Dat is dus de dennenappel. Nou, ze heeft deze allemaal uit het soft finish kaartstok gestanst. Dat is ook van Elizabeth Crafts. Er zitten 25 vel in. En dit kan je dus ook weer helemaal met water bewerken. Dus ook ideaal voor het maken van bloemen. En dat kost €11,99. Daar heeft ze dus eigenlijk ook alle onderdelen uitgestanst. En je ziet ook als je dat met inkt bewerkt en met water, krijg je dit mooie effect. Dus dat is het Soft Finish Cardstock €11,99. En dan heb ik hier nog een leuk paardje wat ze gemaakt heeft. Dan zie je ook die dennenappels weer zo heel mooi opgewerkt en het vogelhuisje. Nou, dan is de nieuwe kraftlappencollectie. Kan je natuurlijk mee laten sturen in je mandje. Daar krijg je geen korting op. Dat mag natuurlijk niet, maar het kan er wel meteen bij. Op alle andere artikelen die niet afgeprijsd zijn, krijg je natuurlijk wel de 15% korting. Nou, we hebben echt weer zoveel mooie voorbeeldjes van het team alweer liggen. Nou, voor de kattenliefhebber is het natuurlijk helemaal walhalla nu. Maar volgens mij, als je het niet van katten houdt, vind je deze toch leuk, onze Oliver. Kijk hier. Van deze. In het mandje. Lekker met de wol. Hier ook weer van Whitley, denk ik. Ja. Weer heel tof. Hier had Whitley een kattenpoot gemaakt. Heel leuk het muisje en de kat eruit laten piepen. Dit vind ik ook wel heel briljant zo met die krassen, zodat hij niet bij de vis kan komen. Ja, oh, het is echt. Nou, deze die Jolanda natuurlijk ook gemaakt. Oh nee, deze is van Whitley en Jolanda had die andere gemaakt met confetti. Hier ook weer een labeltje. In het gras. Dus dat is Oliver. Die kan je natuurlijk bestellen voor je mandje. CD741. En dan is er ook een bijpassende accessoire set bij. Ik zie dat ze niet geprijsd zijn. Volgens mij zijn ze rond de €12,99. En bij deze set zit dus ook de vissenkom, de bolletje wol, de muis, het mandje. Dat is de accessoire set van Kraftlab CD742. Die kan je dan daar natuurlijk heel mooi bij gebruiken. Nou, dan zie je hier deze stempel. Die vind ik zelf ook wel heel tof. Mijlpalen zijn er om slingers aan op te hangen. Dat is de nieuwe Party Buttons set. Ja, kijken we even naar Wilma, dat komt in orde. Dus net als vorige keer hadden we toen een kerstset met Party Buttons, hebben we nu dan allemaal verjaardagsteksten. En die passen natuurlijk ook weer in de nesting dies, de kleine van Kraftlab, die vorige maand zijn uitgekomen. Nou, stempels zijn €7,99. Dit is stamp 563, Party Buttons. Hoera, proost op jou, het is feest. Het zijn wel tekstjes die erbij zitten. Vandaag regent het confetti. Ook echt weer een hele toffe set. Nou, er komt natuurlijk ook weer een nieuwe cirkel set. We hadden er al één, maar die was uitverkocht. En Jolanda heeft er nu een andere set van gemaakt. Ah, dankjewel, Monika. Dit zijn de nested circles. Ook weer een mooie cirkel set die je helemaal op kan bouwen. Daar weet jij vast ook wel de prijs van, Monika. Dag 1999. Maar ik weet het niet zeker. Hier zie je ook weer de lagen. Zoals je ze allemaal op kan bouwen. En zo kan je natuurlijk die stempels er allemaal precies weer bij combineren ook.
En dat is natuurlijk ook ideaal, dus voor deze zou je ook stempel kunnen doen. En hier heb je dan weer allemaal kaartformaten. Dus hier zie je alle... Ja, het is echt weer zo'n hele fijne basisvorm. Ik denk dat ik die zelf ook weer veel ga gebruiken. Gisteren was ik nieuwe kaartjes aan het maken en dan betrap ik mezelf dat ik elke keer de twee vierkanten er weer bij pak. En dat is met deze wordt het ook weer zo eentje, denk ik. Deze vond ik ook zo leuk. Het is ook heel leuk dat je in die cirkel natuurlijk ook je wolken weer helemaal rond kan maken daarmee. Zodat de wolken weer precies in de cirkel passen. Nou ja, dan het vliegtuig erbij. Het is dus het vliegtuig van Kraftlab wat al eerder is uitgekomen. En dat is de CD467. 1599. Nou, dan heb ik het meeste voor vandaag weer aan jullie laten zien. Dan wens ik jullie een hele fijne dag. Nou, dan zullen we morgen ook nog wel met wat tikkies komen. Dat zijn dan de laatste voordat we ze af gaan sluiten. En dan wens ik jullie nog een fijne avond. Doei!